Want oh, we hebben er nog één. Ook nog even de Papapo Roas enkel gemengd poppenflower voor Doria Grand Chavan van de vermoed. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. En we hebben een nieuwe camera. De Canon G7X Mark III. Of Mark III moet ik zeggen. Dat is de opvolger van de Mark II die we hadden. En die is ter ziele gegaan. En we hebben een nieuwe. Want we hebben nog een beetje gekeken. Lumix en andere vlogcamera's die wel hoog in de lijst stonden. Maar toch tegen de €2000. Ik vond het een beetje kortig. Deze staat namelijk ontzettend goed aangeschreven. En heeft nagenoeg geen flaws. Heb ik in ieder geval kunnen ontdekken. In de reviews. En kost nagenoeg €650. En deze heeft een jack aansluiting voor de microfoon. Dus een externe microfoon kan erop. Schiet 4K. En heeft een diafragma van 1,8. Dus We gaan hem ontdekken, we gaan hem uitpakken. En we moeten een beetje snel zijn, want Mark Rutte die wil zo meteen... Ja, doe je ding. We hebben een andere kleur gekozen deze keer. Oh ja, dat is waar ook, ja. Wat zwart. Doei! Mark heeft gesproken. We zijn terug van de reclame. De scholen gaan weer open, kinderdagverblijf, de rest blijft gewoon allemaal van deze samenleving. Prima, goed te doen. Ik vind het nog steeds niet leuk. Nee, het zal wel ik wil gewoon vakantie. Wat heb jij gevonden? Kun je even water brengen? Goed. Ga maar door. Ga je bellen met het water? vanuit deze angle zien we natuurlijk heel weinig. Nou, dan maak jij hem maar weer open dan. Ja, er zit helaas niks anders op. Niet mijn buik filmen, hè? Hij is wel lekker klein weer. Mooi, hè? Black and silver, black and silver. I love it. Ah. Hoppa! Dit scherpje kan nog steeds helemaal omhoog. Direct. En dan hebben we hier de microfooningang. Ja, dat vinden we ook prettig. Super chill. Die flitser. De flitser lijkt wel groter. Ja, weet ik niet. Nee, volgens mij is hetzelfde. Oh. En verder. Alle knopjes zijn hetzelfde. Hier is de wifi-knop. Zou dit nou ook een betere microfoon zijn? Die is wel anders, hè? Is veel breder. Ja. Veel grotere opening. Ja, ligt wederom super fijn in de hand. Ja. Dus we gaan er maar weer snel mee filmen. Zeker. Hi René. Hi Sergio. Hij zit weer ergens waar hij niet mag. Wat een leuk trommeltje heb jij. Dus ik laat hem maar los. Ik ben straks gezellig bij mam geweest, zoals je weet. Ja. En die had wat leuks gekocht. En dat ga ik jou nu laten zien. Oh ja, voor de summer. Dan ga jij het laten zien, oké. Okay. Ik ga het wel laten zien. Tadaa. Leuk hè? Leuk. Moet wel nog even wachten denk ik, want het is een 98. Ja, is lekker, op maat. Op de grow. Maar het voordeel is altijd met dit dat je dat ook gewoon lekker 10 keer 1000 keer kan oprollen. Ja, 10 keer 1000 keer. Ja, 10 keer 1000. En mijn moeder zei ook dat als dit dan... als deze nog te lang zijn, zeg maar, dan kunnen we die knoopjes even loshalen. Ja. En dan zeg maar hier zetten. Ja, ze zelf verzetten. Ja, zelf verzetten. Zelf verzetten. Jij zelf verzetten. Ik zal het werk verzetten. Ja, hartstikke leuk. Ja, cool hè? Ja, dat is lieve van oma. Ja. Nieuw outfitje. Het is heel erg leuk. Ja. Ja. En wat ook heel erg leuk is, we hebben namelijk inmiddels twee pakketjes met zaadjes. Hou jij de camera even vast? Ik hou hem even vast, is oké. Wat? Oh, tuurlijk. Uit zijn broekzak. Dus, deze hebben we gehad, superleuk. Ja.
En deze hebben ze op het kinderdagverblijf allemaal gekregen. Ja, laat mijn trompet maar liggen. Ja, goed zo. Ga je het ook proberen? Ga je proberen trompet te spelen? Ja, niet laten kletteren nou. Hè? Oh, doe maar niet laten knetteren. Hij is net gemaakt. Dank u wel, vriendelijk bedankt. Kom. Jessie, kom maar naar buiten. Hey. Kijk dan. Oh. Oh my god. Hij was net uitgedeukt. Mama koopt wel een trompetje voor jou. En mijn papa plantjes zaaien. Gaan we zandjes plaaien. Zandjes plaaien. Deze gaan hier. Dan gaan we deze. Gaan we hier doen. En die doen we gewoon. Gewoon zo random zo gewoon. Oh. Oh. Maar die de rest? Ja? Goed zo. Ja. Goed. De rest doe maar zo. Ja, bijna. Ja. Wat doe jij nou hier? Hij vergeet alles op. Stopt gewoon even een halve plant in zijn mik. Oké. Okay. Hij denkt plantjes zaaien met een beetje water, dat doe ik in mijn mond. Even de grond een beetje verplaatsen. Zo. En deze zaadjes, die kun je dus het hele jaar door planten. En als ze 6 centimeter zijn, dan knip je ze af en dan heb je heerlijk tuinkers in de koelkast. Nou, mama die gaat weer naar binnen, want het is koud. Het is namelijk een echte buitenplant. En de sop van de hond staat achter je. En mama moet gewoon even wachten, ook al heeft het koud. Want, oh, we hebben er nog één. Ook nog even de papa Roas enkel gemengd poppenflower voor Dorian Grand Chavant. Slaap van me. Niet in je mond. En die zit er ook in een heel leuk zakje. En die voelen je zo. En die zijn zo. Oh, nou, daar zaten er maar heel weinig in. En volgens mij zijn ze allemaal mis. En, maar. En dan blaas je een keer en dan mag je een wens doen. Nou, volgens mij gaan ze echt. Ging helemaal fout. Maar de gedachte is heel erg leuk. Ja. Zeker, Poppie, zeker. Zo, zag ik die squat? Hey. Wat? Ik denk dat hij er niet op stond. Hey, ik ga even verder met de volgende vlog af te maken, oké? Okay? Oké. Okay. Oké, doei. Doei. Okay. Head first. Kim! Wil je iets hebben wat onderin ligt? Hey, het is Nijntje! Nijntje! En lief klein. Oh, nog niet. En een nieuwe camera. Met de nieuwe camera. Hij ziet er goed uit. Hij is mooi, hè? Ik vind het wel tof dat we zo die zilver hebben gekozen. Ja, ik ook. Blij mee. Mooi. Mooi. En ik heb honger, jij ook? Ja. Ik heb een heel lekker vers hapje voor Jessie opstaan. Met spinazie, wortel, linzen en tomaat. Hij krijgt zijn groentjes wel binnen. Het is leuk als hij zo aan het spelen is. Ja. Ook dat hij helemaal zo aan het omdraaien is van wat is nou de betere kant, zeg maar, om hem erin te krijgen. Ja. Kijk, zo gaat hij erin. Ja, ja. Oh, komt allemaal goed. Lekker pakketje, pakken. We hebben een pakketje. Oh, het is het mooiste pakketje van de hele wereld, dit. Ja, Express International. Stond de deur. International Waardetransport. Ik kan gelijk drogen. Shhh.
Nintendo. Zo, je haartjes droog. Ja. Zo even lekker, hè? Een badje. En je pak je kammen. Ja, helemaal kammen. Kijk het wel. Zie ik daar nou alweer een gapie? Dat is nog van het wakker worden, mama. Oh. Wakker wordt, gapie. Ja, die ga ik zo meteen aandoen inderdaad. Dankjewel. Eerst even je teentjes drogen. Ook goed, goed tussen de tenen drogen, want anders krijgen ze zwemmers eczeem. Zo. Kiddy, 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 kiddy. Kan je niet tegenhouden, hè? Er zijn twee pakketjes binnengekomen! Yay! We gaan wel echt van goed licht naar gelijk overbelicht, hè? Dit gaat ons helpen met onze training! Doet, doet, doet. Komt daar nou uit? Oh, wat een mooie zak! Toet, toet, toet. Oh, mooie kleurtjes erin. Wat zou dat nou zijn? Hoppa! Hoppa! Volgende week van China! Kijk. Ja, nou kunnen we aan de slag, hoor. Nee. Nu kunnen we gaan. Gaan met die banaan. Sorry dat ik zo onhandig aan het filmen ben. Maar ik doe alles maar met één hand. Allemaal verschillende sterktes. En eigenlijk schijnt het zo te zijn dat als je dit eenmaal in huis hebt, dan hoef je eigenlijk niet eens meer naar de sportschool. Dat is één. En het volgende pakketje is van MeToeti. Dat is voor die Toeti daar. Voor die kleine Toeti dan. En ik ben heel benieuwd. Ah, dat is leuk. Even kijken, even uitklappen. Zo benieuwd of die hem past. Poepie. Oh, ja, kikkerman. Leuk. Schoentjes. Dat vind ik nog wel spannend. Ik heb geen idee. Ik hoop dat hij ze past. Maar dat vond ik wel leuke instappertjes. Dit is een hele toffe shirt. With no sleeves. Even kijken. Mini kit. Met een hoodie. Ook leuk. Heel leuk. Gaan we zo aantrekken bij hem. En dan hebben we nog eentje. Oh, Rock and Joy. Oh, daar valt van alles uit. Oké, okay, en mijn telefoon valt ondertussen ook op de grond. Maakt niet uit, anyway. MeToeti.nl. Oh. Ah. Kijk dat poepie. Geinig. Nou, ik ben super benieuwd hoe het hem allemaal gaat staan. Ik ga zo eens even een leuk outfitje bedenken. Maar ik denk dat hij eerst zo even nog een slaapje moet doen. Zit lekker, Poppy? Nee, wanneer wel? Jessie, hi! Mama heeft mooie kleding voor jou. Ja, oké, okay. En door. Ik heb werkelijk een briljant idee. Want in plaats van een tentje kopen, wat we nog wel gaan doen, merken we dat Jessie het heel erg leuk vindt om zich te verstoppen achter de spiegel. Dus om eventjes een plekje voor hem te creëren waar hij zo lekker in kan gaan lopen kruipen, ga ik box op zijn kant zetten. En dan het doek van wat mijn zus heeft gemaakt, gaan we er overheen leggen. En dan even kijken wat Jessie doet. Ik denk serieus dat we hem gewoon niet zien. Dat hij gewoon lekker gaat. Denk ik echt. Ja, ik heb een tentje gebouwd voor jou. Jessie. Molly vindt het echt leuk. Ja, Molly. Jessie, kom eens. Oh, dit is leuk. Jessie, kom eens kijken. Misschien moet je maar even voorleggen, schat. Jessie. Jess. Kom eens.
naast ons. Doei. Even wennen. Vind je het leuk? Het is nog niet voor altijd, hè, dit. Nee. Ik moet je nog steeds even ergens weg kunnen zetten. Oh jee. Nee, niet mama's mini trompet. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Oh, ja, die is minder erg dan die houten. I just wanna see where your love can take me.